Een van harte goeiedag, welkom bij deze live uitzending vanuit onze studio's hier aan de Beter Wonenstraat DTV, waar televisie kijken anders is. We gaan nu even aan de telefoon krijgen de heer Eugène van der Zaan. Hij is bestuurskundige en met hem zullen wij dus dan gaan checken naar wat Arbeid heeft gezegd in de kwestie van Hellings, Marciano Hellings. Hij is de voorzitter van de bond. Hij is de voorzitter van de bond bij EBS. En ja, meneer Van der Zaan, houdt u even aan. De arbeidsinspectie heeft bezwaar aangetekend tegen het ontslag wegens dringende redenen van Marciano Hellings, voorzitter van de bond bij de energiebedrijven Suriname. Dit is dus dan meegedeeld tijdens een algemene ledenvergadering van de OOS, dat is de bond bij EBS. De directie van de EBS heeft Hellings ontslagen wegens dringende redenen. De directie beschuldigt Hellings ervan foto's gemaakt te hebben over voertuigen van het bedrijf en deze te hebben gegeven aan zijn tweelingbroer Raoul Hellings. Dat schrijft Star News. Dit is ten stelligste ontkend door Hellings. Hij heeft voet bij stuk gehouden de foto's niet te hebben gemaakt en doorgespeeld naar zijn broer. Maar dat is gewoon voor de verheldering, maar het gaat om het bezwaar van Arbeid. En we hebben bestuurskundige Eugène van der Zaan gevraagd voor een reactie. Als zoiets gebeurt, als Arbeid zo'n bezwaar heeft aangetekend, wat er allemaal gebeurt. Meneer Van der Zaan, goedemorgen. Ja, goedemorgen, heer. Ja, dank u wel voor uw tijd. Ja, Harderwijk, inderdaad. Dank u wel voor uw tijd. We hebben dus dat daarnet ook aangegeven, arbeidsinspectie heeft bezwaar aangetekend tegen het ontslag van Hellings. Maar over het algemeen, als Arbeid zo'n stap heeft gemaakt, wat betekent dat? Nou, heer Harderwijk, kijkt u zegt Arbeid, ministerie van Arbeid, hè? Ja. Maar naar mijn weten moet het zijn de ontslagcommissie. Oké. En die ontslagcommissie is bij het ministerie van Arbeid. Want die ontslagcommissie heeft bevoegdheden die geregeld zijn in de wet. Hmm. Toch? Is een ontslagcommissie bij wet ingesteld en die bevoegdheden zijn geregeld in de wet wat ze mogen. En wanneer zo'n ontslagcommissie een ontslagaanvraag heeft getoetst en tot een bevinding komt, dan is dat het. Want die bevoegdheid ontlenen zij uit de wet. Dus dan is er een sprake van een onwettelijke beslissing. Precies wanneer de rechter die beslissing zou nemen. Vooral in dit geval arbeidsgeschillen moet je het zo bekijken. Zelfde kracht als wanneer de rechter die beslissing zou nemen. Dat is de consequentie van die beslissing nu. En u moet weten, het gaat hier om een parastataal bedrijf. Dus waarbij de overheid ook in zeggenschap heeft. Dus in dit geval wordt het een mooie grap. De overheid gaat de beslissing van de overheid zelf negeren. Als ik u goed heb begrepen, ja. Dat de directie zich zegt, ze houdt geen rekening met die uitspraak. Toch? Mm-hmm. En precies daar zit het probleem waarin we zitten. Kijk, als het een particulier bedrijf is, let wel een particulier bedrijf, want die moeten ook getoetst worden door de door de ontslagcommissie. Een particulier bedrijf, neembaar meneer Kerpalani, en er ontstaat iets en meneer Kerpalani zegt, ik wil deze medewerker niet meer in mijn bedrijf. En hij geeft hem ontslag en de arbeidscommissie neemt zo'n beslissing om te zeggen dat de ontslag is onrechtmatig. Dan is die particulier, dat particulier bedrijf ook verplicht die man in het bedrijf werk te handhaven als werkgever. Ja. Maar omdat het een particulier bedrijf is, het is die man zijn eigen bedrijf, kan die man zeggen, ik wil dat niet. Dan kan hij dat zeggen en het is zijn bedrijf, dan kan hij wel zo'n standpunt innemen. Maar zo'n standpunt heeft dan consequentie. Want dan moet hij met de betrokkenen een regeling treffen om die man af te kopen. Ja. Ja? Dus hij gaat die man geen ontslag meer kunnen geven, want dat is onrechtmatig. Maar hij wil die man niet in zijn bedrijf, dus dan moet hij die man afkopen. En dat is een ander ding. En hier speelt hetzelfde. Want wanneer de ontslagcommissie heeft gezegd dat het ontslag onrechtmatig is en de werkgever zou bijvoorbeeld persisteren dat ik heb je ontslag gegeven, dus wat mij betreft is dat klaar. Ik ben klaar met de zaak, je hebt ontslag.
En wat zou dat betekenen? Dat betekent dat de man dan geen salaris meer gaat krijgen. Volgens die werkgever geeft dan geen salaris meer. Terwijl die man rechtmatig nog in dienst is, dan kan hij een paar maanden wachten rustig. En wanneer het bedrag mooi is opgelopen, dan gaat hij naar de rechter. En de rechter beslist dat hij moet uitbetaald worden. Dat uitbetaald moet worden. Zo simpel is het. Ja, we krijgen nu een reactie van arbeidsinspectie. Hè? U praat over een commissie, no? Een ontslagcommissie. Ja. Maar meneer Leo heeft tijdens zijn persconferentie, dat is de directeur van EBS, die heeft al vast tijdens zijn persconferentie gezegd aan ons van, weet je, die man is geen EBS'er meer. Hij werkt niet meer hier, hij is met ontslag. Voordat er een bezwaar is aangetekend, hoe klinkt dat? Precies, maar dat zei u, omdat we in een omgekeerde wereld leven. De man had eerst dat verzoek moeten doen aan arbeid, de ontslagcommissie. En wanneer hij toestemming had gekregen, dan pas kon hij die man ontslaan. Dan pas kon hij dit verhaal, wat jij me nu zegt, dan pas kon hij dat doen. Ja, dan pas kon hij dat doen. Ik zeg je, die oppervlakkigheid in dit land houdt nooit op. En met de dag wordt het erger. Dan pas kon hij dit doen. Want nu geldt hij met een voorbeeld van u zegt. Precies, dan pas kon hij dit doen. Hij had vooraf toestemming moeten vragen. En erger nog, in dit geval heeft hij niet vooraf toestemming gevraagd en heeft hij me ontslagen. Wie is hij? Laten we dat al vaststellen. Want dat is het probleem. Hij is in een functie. Ja. Het bedrijf is niet van hem. Ik heb je al een voorbeeld zo even gegeven, toch? Als het meneer Kerpalani was, dan kon dat. Ondanks die beslissing kan meneer Kerpalani, maar ik wil deze man niet meer in mijn bedrijf. Dan treft hij een rekening met die man en ik koop die man af. Maar hier speelt dat niet. Dat bedrijf is niet van Leo. Dus Leo heeft zich ook neer te leggen. Alle regels en wettelijke regels. Hoe jammer dat ook voor hem is. Dat is het probleem wat we in dit land hebben. Het gaat niet alleen voor dit geval. Maar voor een heleboel gevallen. Mensen zitten in posities en denken autoriteit te zijn. En God en allemaal kunnen ze maken. Nee, je moet je aan de regels houden binnen het kader. Waar de wet je de bevoegdheid geeft. Dat is hier aan het geval, hoor. Ja. Dit wordt er nu gebeurd. Dus door onwetendheid. Wat er nu allemaal zich afspeelt. Nog iets dat speelt, hè, want het is een overheidsbedrijf. Ik heb geluisterd naar de minister van Buitenlandse Zaken, die natuurlijk op alles reageert zo'n beetje. En die heeft gezegd in het programma, ik geloof bij meneer Limburg op de zondag, dat ze dus dan moeten afwachten op wat arbeidsinspectie gaat zeggen. En dan gaan ze kijken wat ze kunnen doen. Maar, gaan ze nog moeten kijken of is het van, dit is wet? Minister, dat verhaal van de minister van Buitenlandse Zaken klopt ook niet. Als hij weet hoe het spel wordt gespeeld binnen een rechtsstaat, binnen het openbaar bestuur, als hij weet hoe dat spel wordt gespeeld, dat klopt dat hij zegt niet. Ze hoeven niks te wachten. Natuurlijk kunnen ze wachten als overheid, want ik heb telkens het bedrijf, het is een parastaal bedrijf. Dus ze kunnen wachten op de beslissing van de ontslagcommissie. En nu ze weten wat die ontslagcommissie bepaalt, kunnen ze natuurlijk, wat ik heb je al gezegd, is een parastataal bedrijf, kan vanuit de overheid die meneer uitleggen, luister broeder, jouw standpunt is fout, dus dat moet je terugnemen. Dus dat kan wat de minister van Buitenlandse Zaken zegt. Ja. Dus vanuit de overheid zelf die druk oefenen op de man die dat niet begrijpt, dat hij die bevoegdheid niet heeft om zo'n beslissing te nemen. Om te zeggen, luister, dit speelt. En dan is het een kwestie van tussen die overheid en de man, als ze niet in staat is om hem bij zinnen te brengen, als ze niet in staat zijn dat te doen, dan is het niet Ellings een probleem. Ellings wacht rustig af wanneer het bedrag mooi is opgelopen, dat hij naar de rechter gaat om zijn salaris te innen. Los van zijn vakbondstrijd, want dat is een andere strijd. Dat is dan een andere strijd. Ik praat niet over zijn vakbouwactiviteit. Ik praat nu over de relatie als werkgever en werknemer. Over die relatie praat ik niet. Ja, maar u bent al lang in de maatschappij, maar ook lang in het bestuurlijke. Als meneer Leo, wat we nu zien, moet buigen voor het besluit van arbeidsinspectie. Hoe gebeurt zoiets? Heeft u ervaring hiermee?
Nou, is een kwestie van hoe lang je in het bestuur werkt. Maar kan je deze dingen niet weten als je geen opleiding voor hebt. Toch? Ja. Dus dat moet je wel even in de gaten houden. Je moet die opleiding voor hebben om te kunnen begrijpen. Dus dat heeft niks te maken hoe lang je in het bestuur hebt gezeten. Dat is ook van belang natuurlijk, want die ervaring heb ik dan meegekregen. Ja, als ja. je niet had geleerd hoe het hoort, dat zou je toch niet weten. Dus die vraag die u me stelt is zo'n vraag waarvan ik zeg, meneer Leo heeft niks hiermee te maken. Hij moet zich gewoon simpel volgen wat de regels zeggen. En jammer genoeg voor hem, dan moet hij zich meer bij neerleggen. Hij heeft geen enkele eigen mening. Laat me het zo zeggen. Hij kan geen eigen mening hebben in deze. Ik heb u toevallig een voorbeeld gegeven van een particulier. Meneer Kirpalani zou een eigen mening kunnen hebben. Ja. Maar die eigen mening gaat je geld kosten. Maar je mag het hebben, want het is jouw bedrijf. Ja. Maar hier is het een parastataal bedrijf, een overheidsbedrijf nog erbij. Dus je kan geen eigen mening hebben. Je moet werken met de regels die er zijn. En laat Leo rustig doen, want hij zelf was in de positie toch toen hij bij dingen was. Ik was bij minister Justitie, ik weet het toch. Hij zelf nam deze soort beslissingen, houdingen, wanneer hij dingen zei. Dus laat hij rustig doen. Concluderend, wat arbeid heeft aangetekend is wet. Dat is, ik heb gezegd, die bevoegdheden is geregeld in een wet. En als men die beslissing heeft genomen, dan is dat wet, ja. Zo moet u het zien. Ja. Zo moet u het zien. Oké, okay, heeft u nog iets om erbij toe te voegen? Nee, ik reageer op uw vragen. Oké, okay. Nee, dat is het duidelijk gedaan. Dank u wel voor deze korte reactie. Het is heel helder voor ons, dank u wel. Bedankt. Yes. En dat heeft meneer Van der Sand dus dan duidelijk gemaakt hier wat arbeidsinspectie aangetekend heeft. Ze hebben bezwaar aangetekend. Er is wet. Meneer Leo heeft geen andere keus dan het ontslag terug te draaien. En dus dat wil zeggen dat Hellings gewoon weer naar het werk moet. Hij is weer EBS'er, zou je kunnen zeggen. We blijven de ontwikkelingen volgen. Dat dit heeft arbeidsinspectie gezegd. We gaan kijken hoe de directeur van de directeur van EBS, meneer Leo Brunswijk, hierop zal reageren. En wat er allemaal gedaan zal worden in de komende dagen. Dankjewel voor het willen kijken. Blijf te luisteren. Nu, over 2-3 minuten, is Samuel Kuik live Slimmy in de uitzending bij ons. Hij heeft enkele zaken te verduidelijken. Vooral wanneer het gaat om de nieuwe partij die nu aangekondigd is afgelopen zaterdag. We praten met Samuel Kuik live over 5 minuten hier. Alleen hier bij DTV waar televisie kijken anders is. Dag Berto, druk op die knop.